Ik ga afronden met een aantal bouwstenen voor een plan B. Want we moeten kijken naar de periode na de verkiezingen. En wat hebben we in handen? Enerzijds hebben we een masterplan van de Vlaamse regering. En dat ziet er zo uit. Banktracé en twee tangenten. We hebben een RLF-BIS als één van die twee tangenten. Dat wordt momenteel in een milieueffectrapport onderzocht. De kans dat die er komt is quasi nihil, denken we. Er zijn veel te veel vraagtekens, onder andere technische. Streefwindstudie van de gouverneur heeft dat aangewezen. En vooral, er is een enorme weerstand in de Zuidrond daartegen. Bovendien, die kan perfect worden geschrapt nu het concept van Ringland op tafel ligt. Dus dan zeggen wij, schrappen de RLF-BIS, zou kunnen een optie zijn, en toevoegen een eerste deel van de Ringland. Het deel van de zuidelijke ring. Dat vervangt eigenlijk, meer dan waarschijnlijk, de capaciteitsberekeningen moeten nog gebeuren, dat zal gebeuren binnen dat planwerk, maar we mogen er eigenlijk van uitgaan dat de RLF-BIS vervangen kan worden door Ringland 1. Laten we dat voor de goede orde opsplitsen. Dat ziet er al iets anders uit. Dan hebben we het bandtracé. Dat is op tafel gelegd door de Vlaamse regering bijna 20 jaar geleden. Een echte dinosaurus. Zeer taai, zoals jullie weten. De kans dat die er komt is ook quasi nihil. Enfin, dat zeggen wij nu al 10 jaar, maar men gelooft ons niet. We gaan dat nog 10 jaar blijven zeggen. Waarom is dat zo? Ten eerste, er is geen draagvlak voor. Het is tamelijk essentieel voor een groot project. Er zijn ook enorm veel vraagtekens. Je moet maar eens het Rekenhof bezig horen in het parlement over wat er nog allemaal van drempels is. Kan tellen. Er zijn juridische procedures, die zijn al gestart en die zullen toenemen. Er is een enorme weerstand in veel stadsdelen tegen wat men daar terecht ziet als aanslagen op hun gezondheid. En vooral ook, als we die oost willen bouwen, dan mogen we die overkapping vergeten in wat Ringland 2 zou kunnen worden. Dus hier ook, schrappen die handel en vervangen in de toekomst door een andere bypass. Dus we schrappen het bandtracé en dan blijft nog dit over. De A100N2, die kunnen we wellicht behouden. Waarom? Die bewijst zijn nut voor de zone aan het Sportpaleis. Er is reeds een reservatiestrook voorzien. Er is politiek draagvlak bij de partij. Er is ook het begin van een maatschappelijk draagvlak, gesteld dat dat helemaal ingetunneld wordt. Dat is natuurlijk de hoofdeis. Dus die blijft overeind. Dan hebben we het concept van Ringland. Het is op tafel gelegd dit jaar, maar dat is natuurlijk al een uitwerking van wat Peter Vermeulen 2 jaar geleden heeft gebracht. Dan nog zonder deksel, maar wel een herorganisatie van de ring. Het is ook een verderzetten van een heleboel andere ideeën. Belangrijk daarbij is dat dit er waarschijnlijk wel zal komen. Dat is dan het goede nieuws van de avond. Naar Ringland, dat zal er komen. Waarom komt dat? Er is een groot maatschappelijk draagvlak, er is een groot politiek draagvlak. Het momentum is er, we hebben het gezien, in de hele wereld hebben we het al gedaan. De technische know-how is er. Niemand kan nu nog zeggen, ah, dat kan niet. Nee, dat hebben we ook jaren gehoord van de bank, vanaf dat wij iets zeiden in bijvoorbeeld 2006. Trokken ze daar een vat open, dat kan niet. En dan gingen wij ergens naar het buitenland om te tonen hoe het wel kon. Het is noodzakelijk om de normen te halen, het is ook noodzakelijk voor de stadsontwikkeling. Dus dat Ringland-idee is niet tegen te houden. Dat is het goede nieuws. Dus we voegen het eraan toe. Na Ringland 1 ook Ringland 2. Als gevolg van het schrappen van dat bandtracé kunnen we naar Ringland 2 bouwen. Dat is heel belangrijk. Het een sluit het ander uit. Ik weet dat niet iedereen daarvan overtuigd is, maar de tijd zal dat aantonen. Verder denken wij dat een aantal woongebieden op autostrades die Antwerpen binnenkomen, dat die ook recht hebben op hun eigen ringland. Dus daar moeten een aantal ringlanden aan toegevoegd worden. Bijvoorbeeld in Zwijndrecht. Bijvoorbeeld viaduct A12 aan Wilrijk. Bijvoorbeeld aan Trivierenhof. Ik kan me dat voorstellen. Dus we voegen Ringland 2 eraan toe en bij wijze van illustratie voegen we er ook Ringland 3 aan toe. Maar je mag nog een aantal plaatsen ook bedenken. Het ziet er alweer heel anders uit. Dan hebben we de Westtangent, die deel was en is van de Meccano. Daar hebben we één probleem. Er is basis voor een maatschappelijk draagvlak, zeer zeker, met intunneling, zoals al aangegeven in 2. Maar daar staat nu een gevangenis. Dus daar hebben we een probleem. Goed, voor elk probleem is er een oplossing. De regering moet nu
technische tekeningen laten maken om te kijken op welke manier ze die westaanhang daar nog kunnen bouwen. Wij moeten die niet maken, het is aan hen om ze te maken. Wij zijn ervan overtuigd dat het wel nog kan. Parking van de gevangenis, een deel van het bedrijfsterrein, maar het is niet aan ons om dat te gaan ontwikkelen. Het is wel heel belangrijk voor Zwijndrecht dat die westaanhang er komt. Daar blijven wij van overtuigd. Ook voor de ontsluiting van de liefdezoektunnel. Cijfers wijzen het meer op, als je die westaanhang bouwt in Zwijndrecht, gaan de cijfers op de E17 drastisch naar beneden. Dus we voegen die westaanhang eraan toe. En dan gaan we kijken naar de derde Scheldekruising. Ja, we hebben intussen vier derde Scheldekruisingen. Dat is de Mekanon, er is de Erpsum van in der tijd, dat was het Stratengang Generaaltracé, en grosso modo valt dat samen met Oosterweel-Noord. Dus we hebben eigenlijk vier opties. L'embarras du choix. Het is voor ons evident dat als die er moet komen, de derde Scheldekruising, en wij zijn daar toch wel van overtuigd op het niveau van capaciteitsverwerking, zowel aan de kinderen als op de ring, dan moeten er nog twee dingen gebeuren. Die dingen moeten doorgerekend worden met gedifferentieerde tol, zoals ik daarnet heb gezegd, en ze moeten ook technisch uitgewerkt worden tot op het niveau van de Oosterweelverbinding. Want daar, daar zijn echt wel twee snelheden, terwijl ze voor hun eigen ding tot aan de laatste klinknagel het aan het uitwerken zijn de voorbije jaar, maken ze zich ervan af met de alternatieven. Het is bewezen door TNL al jaren geleden dat als je die RLV's niet bouwt, en je bouwt een bypass rond de stad, dat de cijfers op de ring verschrikkelijk goed zijn. Dat weten de mensen van Forum 2020 die deze studie besteld hebben ook als geen ander. En gelukkig zijn er een aantal mensen van Forum 2020 die nu ook al in het Ringlandgenootschap zitten. Dus dat komt allemaal nog goed. En dan komen we stilaan bij waar alle bouwstenen in elkaar klikken. Je ziet daar links bovenaan een aantal tracés. Ze mogen natuurlijk niet allemaal gebouwd worden. Hooguit één. Wat zijn de bouwstenen, denken wij, voor een plan B? Ringland, A102, Westangent en een noordelijke bypass. Waar je kan afvragen, moet het 2x2 zijn of 2x3? Gekoppeld aan een hoogwaardig fietsnetwerk uiteraard, gekoppeld aan een performant netwerk openbaar vervoer, en dan kan je aan een goede stadsontwikkeling beginnen. Er is er nog een laatste iets nodig, we hebben niet alleen bouwstenen nodig, maar we moeten ook een aantal dingen afbreken. Twee dingen moeten losgelaten worden. We moeten niet alleen het bandtracé schrappen, maar we moeten ook de band schrappen. Waarom moeten we dat doen? Omdat we in de voorbije jaren we hebben eigenlijk kunnen vaststellen dat die BAM die functioneert op drie niveaus. Ten eerste een handige buffer voor de politiek verantwoordelijken. Iedere keer als het water aan de lippen kwam, zijn de politiek verantwoordelijken, de BAM die gaat toch beter moeten communiceren hoor. Terwijl dat de BAM met de handen gebonden op de rug niet mocht communiceren, niet mag communiceren. Dus het is een soort afwentelen van de eigen verantwoordelijkheid. Het werkt in transparantie in de hand. De studies, de kostprijsberekeningen van de alternatieven zijn bijvoorbeeld tot vandaag niet vrijgegeven. De tekeningen van TV Rots niet vrijgegeven. Alle correspondentie met Europa niet vrijgegeven. Jullie hebben waarschijnlijk in de pers recentelijk gelezen van een groen parlementslid dat een aantal van die documenten heeft kunnen inkijken. Alleen al wat hij daar naar boven spit, legitimeert eigenlijk dat heel die zwik morgen online gezet wordt. Maar de BAM houdt dat tegen. En wat ook belangrijk is, dat is, ons aanvoelen is dat de BAM intussen eigenlijk vooral zichzelf in stand aan het houden is. Als je dat BAM-tracé schrapt, dan is ook de BAM weg. Dus dat wordt zelfs het spel van, wij moeten dat BAM-tracé bouwen of wij hebben geen bestaansreden meer. Dus BAM schrappen, en wat ook moet losgelaten worden, dat is het politieke a priori dat er maar één bouwproject mogelijk is en dat er maar één vervoersmodus naar voren mag geschoven worden. Dus mobiliteit is meer dan één tracé. Het gaat werkelijk om een volledige stadsontwikkeling. En als we een modal shift willen hebben, dat we zeggen de mensen uit de auto krijgen en op het openbaar vervoer andere bewegingen, ja, dan moeten we ook die knop gaan omdraaien. En daar is de dag van vandaag ook nog geen sprake van. Laatste slide. Hopelijk en misschien creëren deze bouwstenen een context voor een betere wereld na de verkiezingen. Als dat niet gebeurt, ja, dan vrezen wij het volgende, namelijk wat daar staat. Dank u wel.